In de Surinaamse media staat een stuk met de kop, president Santoki markeert Koningsdag met oproep tot verdere samenwerking. Dit bericht zal geplaatst zijn door communicatiedienst Suriname van de president der Suriname Santoki. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit bericht. 26 april 2024 CDS Redactie. President Chandrika Pestat Santoki spreekt over een bijzondere relatie tussen Suriname en Nederland. Sinds het aantreden van de regering is eraan gewerkt om de betrekkingen te herstellen. Hij benadrukt dat deze band is gebaseerd op gedeelde geschiedenis en waarden en werkt erop dat ook de toekomst van het Surinaamse volk en Nederland gedeeld is, om verder inhoud te geven aan de relatie. Riep het staatshoofd Nederlandse investeerders op om naar Suriname te komen? Het staatshoofd zei dit in verband met de viering van Koningsdag op woensdag, donderdag 25 april 2024. Op de residentie van de Nederlandse ambassadeur Walter Oostelbos sprak president Santokki zijn felicitaties uit aan het adres van koning Willem-Alexander, wiens verjaardag aanleiding is tot de viering van Koningsdag. Tijdens de bijeenkomst op de ambtelijke residentie waren naast de staf van de Nederlandse ambassade ook ondervoorzitter van de Nationale Assemblée, Deus Scheiman parlementariërs, ministers, het koor diplomatiek en vertegenwoordigers van hoge staatsorganen aanwezig. Het staatshoofd onderstreepte de relatie tussen beide landen als veelomvattend, diep geworteld en met vele facetten. In de afgelopen jaren is veel aandacht geschonken aan het pijnlijke slavernijverleden dat ons verbindt. Dit verleden heeft diepe sporen nagelaten in onze samenlevingen, al dus een regeringsleider, hierbij zal er moeten worden, ingezet op gerechtigheid en het erkennen van de waarheid. Het is volgens de president cruciaal dat we die gevoeligheid erkennen en begrijpen hoe dit verleden onze relatie beïnvloedt. Voort benadrukt hij dat de regering ook aandacht heeft gevraagd voor de gehele koloniale geschiedenis tussen de twee landen. President Santokki is ervan overtuigd dat er verder gewerkt zal worden aan een sterke en rechtvaardige relatie tussen Suriname en Nederland en hun volkeren. Het staatshoofd verwees hierbij naar projecten die reeds zijn uitgevoerd in uitvoering zijn of in voorbereiding zijn. Nederland en Suriname kunnen een dergelijke solide band vormen als het gaat om de olie- en gasvoorraden, merkte hij op. Het staatshoofd haalde ook de bestrijding van klimaatverandering en de bescherming van Surinames tropisch regenwoud aan. We zijn op al die terreinen natuurlijke partners en wat mij betreft ook betrouwbare partners. Ook op het gebied van landbouw, mijnbouw en toerisme moeten er samengewerkt worden. Door nauw samen te werken kunnen deze uitdagingen effectiever aangepakt worden en een veiligere toekomst voor een ieder waarborgen.